Het is of die 4000 euro boete of het faillissement van mijn zaak. Ook in Amsterdam zijn horecaondernemers van plan om 17 januari hun zaak te openen. Zelfs als ze daarmee de wet overtreden. Ze willen niet langer wachten tot de overheid de coronamaatregelen versoepelt. Eerder deze week kondigden 50 regio's al aan om met de actie mee te doen, maar raadde de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland dat af. Ik denk ook dat het lastig is om voor een hele stad, zeker zo divers als Amsterdam is, één uitspraak te doen dat iedereen dit niet steunt, of in ieder geval het lokale bestuur het niet steunt. Ik denk dat ik een perspectief moet bieden voor mijn bedrijf en voor mijn mensen. En als dat in deze vorm is, dan steun ik dat van harte. Ja, dat wordt met twee maten gemeten. De Efteling lopen 10.000 mensen, staan op 1 meter afstand in de rij. In de IKEA lopen 2.000 mensen. In de Albert Heijn lopen 300 mensen. Black Friday, er lopen 4.000 mensen op het winkelcentrum. Ja, wat moet ik dan daarvoor een antwoord geven? Het is krom. De steun die de ondernemers van de overheid krijgen is volgens hen niet genoeg om alle kosten te dekken. En ook het afhalen van eten en drankjes zorgt maar voor weinig extra omzet. Het hele leven draait door. Ik denk dat de Nederlandse bevolking laat zien dat als je het op de ene plek afknijpt, dat het op de andere plek drukker gaat worden. En in het kader van het spreiden van de mensen, want ik denk dat een heel groot goed is, dat iedereen zich gaat spreiden en niet op een hoopje gaat staan. Dat is eigenlijk het letterlijke verhaal ook al, want je moet 1,5 meter afstand houden, dus we moeten niet op een hoopje bij elkaar gaan staan. Denk ik dat het goed is dat er meerdere plekken zijn waar mensen naartoe kunnen. De horeca is dichtgegaan en het is blijven stijgen. En die 20, 25 mensen die wij binnen hebben, ja, ik denk dat dat daar niet aan ligt. Onder voorbehoud van de feestcafés dan, maar qua dagzaak en broodjeszaak, ja, moet dat gewoon open. En restaurants. Inmiddels zijn er voor 17 januari ook plannen voor een protest op het Museumplein, waarbij wordt gedemonstreerd tegen het beleid. Vanuit het kabinet gaan geluiden op dat er extra steun komt voor de horeca. Toch weerhoudt dat Kronen er niet van om de zaak halverwege volgende maand te openen. De gemeente laat weten de actie binnenkort te bespreken met Koninklijke Horeca Nederland. Het Nederlandse volk wil weer op een rustige manier ook een uitlaatklepje hebben wat de horeca biedt. Grote feesten, grote partijen zou ik nog even mee wachten. Maar avondje uit eten met je geliefde, dat moet er toch echt in zitten begin volgend jaar. Steun of niet? Steun of niet, je geliefde moet je gewoon mee uit kunnen nemen.